Op de Akkerbroekweg in de Nijmeegse wijk Lindeholt wordt veel te hard gereden. Vinden kinderen van nabijgelegen basisschool De Wingerd. Daarom hangt er sinds vrijdag een nieuw bord door de kinderen ontworpen. Het roept automobilisten op rustiger te rijden. Ja, omdat er heel vaak kinderen naar school komen en dan vinden ze het onveilig eigenlijk. Ja, de auto's rijden hier echt heel hard als je oversteekt, vooral daar bij het zebrapad. Ja, je wordt bijna aangereden soms. Iedereen mocht zijn eigen verkeerssport maken. Die was dus geworden, die was elkaar heel mooi. Wethouder Wijnia van Mobiliteit mocht het verkeersbord onthullen en vond het een goed initiatief. Ja, een heel mooi verkeersbord. Ik kan er ook niks anders over zeggen, want die kinderen hebben er echt goed over nagedacht. Nadruk op let op. En een hele mooie tekening van heel veel kinderen. Dat geeft ook aan automobilisten, hier lopen kinderen. Die steken iedere dag kinderen over, rij rustig. Niet alleen de kinderen waren betrokken, het is een initiatief van de stichting MOVE. Die brengt kinderen en studenten met elkaar in contact via maatschappelijke projecten. En dit project wat hier aan de gang is, is MOVE Je Buurt. Waarbij 5 studenten van de hand van bedrijfskunde gekoppeld zijn aan groep 8. En samen hebben ze elkaar leren kennen, het studentenleven ontdekt, de wijk verkend en uiteindelijk dit mooie verkeersveiligheidsproject opgezet. Ook is Veilig Verkeer Nederland bezig met een campagne. Binnen de bebouwde kom zou 30 km per uur de norm moeten worden volgens die organisatie. En 50 de uitzondering. Wethouder Wijnia steunt dit idee alvast. Ben ik het helemaal mee eens. Het heeft alleen wel een kanttekening. Er zijn wegen die we niet 30 kilometer kunnen maken. Omdat er ook bijvoorbeeld ook nog bussen door moeten. En als we overal in de stad 30 kilometer maken, betekent dat die bussen er heel lang over doen. En dat het openbaar vervoer dus niet meer goed is.